We zijn hier omwille van heel veel redenen, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we een sociaal project gekoppeld hebben aan een topsportproject hier in een fantastische locatie in de Gelamco Arena. Hè. We gaan hier op 28 februari EK-kamp van Junior Bouwers om de Europese titel organiseren eigenlijk, samen met een kamp van Delphine Persoon, van Ismaël Abdoul, van nog heel wat boxers, een topaffiche. In een fantastische sfeer, hopen we dan. En natuurlijk de opbrengst gaat naar het sociaal project dat we gecreëerd hebben rond Junior Bouwers, om zijn familie, waarvan de situatie toch wel vrij bekend is, om die te helpen. Maar ik denk dat we vooral een unieke locatie nodig hadden. Je kan nog altijd naar een boxclub gaan of naar een sporthal, maar dat is al heel vaak gedaan. Ik denk als je iets wil gaan doen, dan moet je het uniek maken. Hier wordt normaal gezien gevoetbald. Hier zijn nog niet veel andere events geweest. Dus ik denk dat het een uitgelezen kans is, zowel voor de boxers als voor de voetbalclub en voor meneer Gijzen van Gelamco, om dit stadion eens op een andere manier te leren kennen. We zijn plots een team geworden van heel wat mensen die zich belangeloos beginnen inzetten zijn om dit van de grond te krijgen. Allemaal in samenspraak met Walter, met Junior. En ik denk dat we toch wel in geslaagd zijn van op korte tijd, want het was heel kort dag, van toch iets uit de grond te stampen. Zowel vandaag als dan richting 28 februari. Maar we zijn er nog niet, we beginnen vandaag, maar er is nog veel werk aan de winkel. We zijn allemaal vertrokken vanuit ons sociaal engagement. Vanuit het feit dat we tijd wilden vrijmaken om Junior en zijn familie te helpen. Dus als we daarin gaan slagen, zou het een ongelooflijk succes zijn. En is dat hopelijk een model dat we ook kunnen bestendigen in de toekomst.